De liefde van de man gaat door de maag. Maar als het over goede doelen gaat, wordt het tegenwoordig ook vaak gekoppeld aan lekker eten en drinken. Daar gaan we het vandaag eens over hebben. Met twee mensen die dat al heel vaak gedaan hebben. Ik heb hier naast me zitten Henk Seelen, Lions Oost-Zeeuws Vlaanderen. Jullie hebben ook wat een en ander georganiseerd. En daarnaast Edwin Verstraten van de Bourgondier, die ook van niet alleen alles weet over eten, maar ook het een en ander organiseert. Edwin, bij jou was het haringparty. Klopt. Wij organiseren elk jaar een haringparty. En daarover verbinden wij een goed doel. Dat is wel heel erg populair, geloof ik, want iedereen lijkt dat te doen. Is dat voor jullie ook nieuw? Het was 12e keer dat we het organiseerden. Het is een netwerkbijeenkomst. Eigenlijk voor iedereen toegankelijk aan de hand van kaartverkoop. Ja, goede doelen. Want het is netwerken, eten, drinken. Maar uiteindelijk gaat het erom dat er geld voor een goed doel ingezameld wordt. Hoe verzin je die goede doelen? Benaderen die ze jou? Of zeg je van, ik ga actief op zoek? Wij gaan meestal zelf op zoek. Uiteraard zijn er ook veel die zich aanmelden. En dan maken wij een selectie uit. Wij kijken altijd een beetje in de regio. De kleinere goede doelen, dus niet hele grote stichtingen die landelijk opereren. Dus echt regionaal. De Lions, kijkt hij ook regionaal naar een goed doel als die iets organiseren? Ja, dat doen wij ook. Het is zo dat er het moet niet per se, maar wij zoeken wel altijd een project wat een link heeft met Zeeuws-Vlaanderen. Degene die de stichting organiseert of onderhoudt, moet een Zeeuws-Vlaming zijn. Of het project moet ook daadwerkelijk te goede komen aan Zeeuws-Vlaanderen. Maar het kan ook zijn dat het goede doel in Afrika ligt. Maar dan heeft de organisator roots in Zeeuws-Vlaanderen. Ja, ja. En Edwin, welke goede doelen hadden jullie dit jaar? Dit jaar was het echt gericht op kinderen. Dus we hebben Stichting Sinterklaas bij betrokken. Dan de week van het kind. Dus er worden de kindjes die het wat minder hebben in het zonnetje gezet. Dus er komt een springkastelenweek. En dan als derde hadden we... Weet ik niet. Maar ook, maakt niet uit. Het was in ieder geval iets regionaals. Ja, 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 ja. Want het was wel heel erg druk, hè? Klopt, het was heel goed. Ik denk goede 170 mannen die het bezochten. 170 man. Ja. Heel wat, weet je ook hoeveel haring er gegeten is? Gaat meestal rond de 400 haringen door, 400-500 haringen. 400-500 haringen, dat is lijkt mij behoorlijk wat. Die haringparties, die doen jullie ook bij de Lions. Ja, en we lopen een jaar voor op jullie. Concurrentie. Nee, absoluut. We hebben het dit jaar voor de 13e keer gedaan. Ja. Klopt. En bij jullie de goede doelen? Dit jaar was het Stichting Refugium hier uit Hulst. En die biedt bijzondere hulp aan vluchtelingen. Dus geen bed en dat soort dingen, maar juridische hulp in hele bijzondere gevallen. Of wanneer er op materieel gebied iets ontbreekt wat niet uit algemene middelen wordt voorzien, doet Stichting Refugium dat. En daarnaast Stichting Het Huus uit Vogelwaarde. Enkelvoudig of meervoudig gehandicapte kinderen. Ook, echt, ook weer met kinderen. Klopt, die hadden wij als derde eigenlijk. Het derde goede doel was bij ons de ronde tafel. En die hadden een dag van het zieke kind georganiseerd. Wat hebben die goede doelen toch met, vaak met kinderen? Want bij de Lions is het We Serve. Ja, wereldwijd. Hè. Wereldwijd. Ja. Dat is ook begonnen toch met rond kinderen? Dat klopt, ja. Dat is in eerste instantie de opzet geweest. Althans, dat werd toen als goed doel gepakt. Maar goed, het is niet zo dat we echt alleen maar op kinderen richten. Maar vaak kom je daar toch op terecht. Spreekt mensen... Ja, en kinderen zijn natuurlijk kwetsbaarder dan volwassenen. Dus die hebben vaak wat meer steun in de rug nodig. Ja. Komt uit de horeca. Waarom heet eigenlijk... die haring, nieuwe haring, want volgens mij kan je toch in een ander seizoen ook wel haringen kopen. Waarom heet die nieuwe? Klopt, het heeft te maken met vetgehalte. We hebben ook al twee keer gehad dat vetgehalte te laag was en dat de haring nog niet verkocht mocht worden. Dan mag die ook niet verkocht worden? Nee. Vetpercentage moet boven de 21% liggen. En... Ja, maar hij is toch al uit het water gevist? Hoe weten ze dat dat vetpercentage weet je toch pas als hij gevist is? Klopt. En dan wordt gemeten en dan wordt er besloten van mag het doorgaan, ja of nee. En het heeft sterk met het seizoen te maken met het weer.
Dus normaal gesproken in mei is die vet genoeg. Ja, klopt. En dan is het een ramp als je hem te vroeg verkoopt? Dan kan je een brief krijgen met een waarschuwing. Oh, dat was en, gelachen, want ja. Is dat zelfs voorgekomen? We hebben één keer zo'n brief mogen ontvangen. Samen met onze leverancier. En dat gaat over boetes van rond de 12.000 euro als je te vroeg bent. Dat is een vette boete. Ja, dat is ook een reden om het gewoon op de juiste even datum te doen. Op de juiste datum te doen. Maar we hebben die toegekregen omdat het al tot de tweede keer was uitgesteld. En toen zeiden we, nou moeten we knoop doorhakken. En we doen het gewoon die dag. Ja. Dan waren we één dag te vroeg. Doen jullie het altijd op een vaste datum? Tenminste, zit er een soort regelmaat in? Want wij doen het op de derde vrijdag in juni. Ja, wij proberen altijd de dag te pakken dat het vat geveild wordt. Oké, meteen. Dus dat is variabel. Ja. 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 Okay. Ja, landelijk is dat 20 jaar. Want in 1996 werd het voor het eerst ook landelijk aan een goed doel geschonken. En dan gaat het natuurlijk om enorme bedragen. Dat is zo'n vaatje. Klopt, 90.000 euro. En dan denk ik dat wij als... De vis wordt duur betaald. Ja, maar dan vind ik het toch mooi. Als je dan de opbrengsten ziet van een Lions Club. En bij ons, wij geven zelf dan een 2000 euro weg. Dan denk ik, nou, als we landelijk 90.000 doen, doen wij daar heel knap. Ja, dat is zo. En behalve de haring. Ja, ik zei net, de liefde van de man gaat door de maag. Maar mensen die zijn wat gullig als ze eten. Is dat een link dat je daar eten en goede doelen zal linkt? Het zal de belofte van eten zijn, hè? Want ze krijgen het eten pas op het moment dat ze de kaart al gekocht hebben. Maar ja. Ik denk dat ze daar wel warm voor zijn. Ja, want jullie hebben behalve de haringparty, hebben jullie nu ook in Sas van Gent een food event gehad? Ja, het Lions Local Food Event. Het eerste was dat, afgelopen zaterdag. En ook dat draait om eten en drinken. In dit geval ook haring, maar ook andere seafood, mosselen. Drie soorten barbecue. Tenminste een soort barbecue. Pulled pork, erg in tegenwoordig. Ja. Eten genoeg. Ja. En ook weer, het geld was voor een lokaal goed doel in Sas van Gent. Ja. In dit geval de fietsenstalling van gemeenschapsgebouw de statie. Er was een fietsenstalling, maar zonder overkapping. En daar was wel behoefte aan. Dus, ja. We gaan even, dan kan u uw telefoon uitzetten. Gaan wij ondertussen naar een filmpje kijken wat we opgenomen hebben. In Sas van Gent. Allemaal leuke blauwe shirtjes daar in Sas van Gent. Ik had ze uitgezocht. is andere Lions is toch blauw? Achterop, maar dat is donkerblauw. En wij hadden dit keer een wat vrolijke variant gekozen. Ja, en wat is het effect van jullie aanwezigheid dan in Sas van Gent? Ik weet niet of wij als Lions zoveel effect hadden op Sas van Gent, maar het is natuurlijk wel zo dat omdat we een goed doel in Sas van Gent hebben gekozen, hebben we daar ook besloten het evenement te organiseren. Dat geeft betrokkenheid, nemen wij aan, van de bewoners van Sas van Gent. Nogmaals, wij hebben op deze manier geprobeerd om ons op een wat andere manier te presenteren dan wat we normaal doen. Haringparty is voor ons in ieder geval een echt business-to-business event. Dat is bij jullie wat minder het geval, begrijp ik. Maar wij wilden graag eens eventjes wat doen aan onze naamsbekendheid en ook aan ons image. Het image? Ja. Wat denk je van het image van de Lions? Ik denk dat dat heel goed is. Ik denk dat we zeker in de regio zulke organisaties moeten hebben die dingen promoten voor de regio. Ja. Zeg je van... We hebben nu de Lions aan tafel zitten. Zijn er nog meer van zulke soort organisaties in de regio actief? Ik denk het wel. Ik denk dat we de Soren Optimisten hebben, de Kiwanis, de Rotary. Drie maal zelfs. Ja, drie keer. Dus ook echt, ik zei het Oost-Zeeuws-Vlaanderen, maar bijvoorbeeld de Lions zit ook in het westen. Ja, klopt. Ja. Ja.
de Rotary heeft volgens mij 3 of 4 clubs zelfs. Is dat uniek voor Zeeuws-Vlaanderen, dat het zo actief gewerkt wordt? Ik denk dat alles uniek is in Zeeuws-Vlaanderen. Alles is toch? Een landje apart, hè? Ja. Een landje apart. Ja. En Edwin, blijft het bij de haring eten of gaan we nog meer doen? Nee, wij hebben een stap verder gezet. Zijn we vorig jaar mee begonnen. En hebben wij een oesterparty georganiseerd. Dan blijven we een beetje bij de vis. Ja, ook ben je zelf zo'n visliefhebber? Ja, ik mag heel graag vis eten. En we kunnen dan een heel mooi Zeeuws product neerzetten. En dat hebben we vorig jaar voor de eerste keer gedaan, wat ik net zei. En dat, ja, dat slaat aan. En dat is oesters en bubbels. Oesters en bubbels. Wanneer is het oesterseizoen voor een niet-kenner? Het begint na de 7e september. Maar dat is niet zo'n hype als de haring, denk ik. Dat je dat ook weer verkoopt per opbod, of is dat ook? Nee, ik denk dat het meer het gezellig samen zijn is, het netwerken. En dus, ja, het is natuurlijk een prachtige periode gelijk na de vakantie. Mensen hebben elkaar een tijdje niet gezien. En dan ontmoet je elkaar weer op een leuke borrel. En dat wordt ook weer gekoppeld aan een goed doel? Hebben we nog niet gedaan, maar kunnen we uiteraard doen. Ja, misschien kunnen we samen iets doen. Lijkt me toch? Is dat, misschien, ja. Daar bloeit hier iets moois, het is ook zo gezellig bij elkaar. Zeker. Dan gaan wij daar in september vast ook nog wel van horen natuurlijk, hè? Dat er oesters gegeten gaan worden. Borrelen nog meer ideeën bij jullie, zeg maar, eten Zeeuws-Vlaamse producten? Ja, de haringkaken is natuurlijk ook Zeeuws-Vlaams, hè? Ja, dat is Bierfried, Willem Beukels. Willem Beukels zoon. Sorry. Zo heette onze haringparty eigenlijk, hè? Wij roepen altijd haringparty, zo heet het in de volksmond, maar dat is eigenlijk de Willem Beukels zoon lezing, gevolgd door de haringparty. En dan nodigen jullie inderdaad ook een lezer uit? Ja, en iemand over het algemeen doen we ieder jaar of een Nederlander of een Belg. Dat proberen we zo af te wisselen. En de bedoeling is dat degene die de lezing geeft een grensoverschrijdend probleem bespreekt. En nodigen jullie dan ook de Belgische Lionsvereniging uit? Ja, we nodigen altijd alle omliggende of aangrenzende clubs uit. Nou, dat zijn dan in dit geval West... Zeeuws-Vlaanderen. Maar ook de clubs aan de overkant van de grens. En dat zijn er 4. Die zijn er wel? Die zijn regelmatig een afvaardiging. Ja. En zoals Tera natuurlijk. Ah, oké. Okay. Ja. Dan hebben we nog onze vliegende reporter Danny. Die hebben we Hulst ingestuurd. Om eens te vragen. Kennen jullie de Lions? Dus Danny, kennen de mensen in Hulst de Lions eigenlijk? Ja, Gonny, dat is een hele goede vraag. Ik ga deze meneer ook vragen. Kent u de Lions? De Lions, ja. De Lions Club bedoelde. Ja, wat zegt dat u? Service Club, zoals de Rotary, vergelijkbaar. Ja, en wat doen die? Oh, goede vraag. Samen komen we in ieder geval regelmatig. Wat ze verder doen, eerlijk gezegd, in detail weet ik het niet. Nee. Geeft u wel eens iets aan een goed doel? Ja. Structureel. Gewoon per maand overboekingen en wereldnatuurfonds en dat soort van dingen. Ja. Okay. En weet u dat de Lions dat ook doen? Waarschijnlijk net zoals de Rotary dat ook doet in elkaar. Ja. Oké, dank u wel. Ja, graag gedaan. Succes verder. U bent lekker de bloemetjes aan het buiten zetten. Goedemorgen. Goedemorgen. Kent u de Lions? Nee. Rotary Club? Ja, wel eens van gehoord. Ja. Ja, maar ja. Wat zegt u dat? Weinig. Wat denk je echt? Wat doen die mensen? Goede doelen steunen. En steunt u zelf als een goed doel? Ja. En hoe vaak? Goeie vraag. En wat steunt u? Ja, allerlei doelen. Noem er een paar op. Kankerstichting, bijvoorbeeld. Maar 1 keer per jaar of aan de deur? Of? Ja, aan de deur. Dan steunt u altijd? Ja, klopt. Dat is mooi. Weer lekker de bloemetjes buiten zetten. Gaan we doen. Oké, dankjewel. Dank u. Dames, heerlijk aan het shoppen zie ik. En steunen jullie wel eens een goed doel? Ja, denk het wel, ja. Ja, de Kika Kids Run hebben we al eens aan meegedaan. En vandaag hadden we ook nog de sponsorloop. Van gewoon op school. En daar moest je dan ook nog voor betalen voor het goede doel. En welk goed doel was dat dan? Dat weet ik niet. Kent u de Lions Club? De Lions Club, ja. Dat is heel duidelijk. Ik ken de Lions Club, ken ze allemaal, ja. En maar wat zegt dat u? Goede doelenclub toch wel vaak. Ook een beetje geassocieerd met mensen die misschien iets meer zijn dan iemand anders. Maar dan, zo zie ik het nou niet direct. Dat beeld hangt er dan wel een beetje rond? Voor sommige mensen wel, denk ik. Voor sommige mensen wel. Omdat ze niet goed weten misschien waar het exact over gaat. Maar u weet dat wel? Ja, ik weet het wel. Ja. Ik verkeer in die kringen, dus ik weet het wel. Ja. Dus dat niet dat is.
Mevrouw, de Lion Club, als ik dat zeg, zegt u dat iets? Ja, is vergelijkbaar met de Rotary Club, denk ik, ja. En wat doen die? Het steunen van goede doelen. Dat is eigenlijk... Maar wat voor beeld krijgt u er nog verder bij? Ja, ik krijg er eigenlijk een beeld bij van wat hoger geplaatste functies in bedrijven die daar lid van zijn. Ik weet niet of dat helemaal correct is, maar... Zou u er zelf bijvoorbeeld in willen zitten, in zo'n club? Ja, als het goede doelen steunt natuurlijk wel. Ja, dat, En steunt u zelf als goede doelen? Ja, ik steun goede doelen zoals het Wereld Natuur Fonds en natuurlijk ook het Kankerfonds en dat soort organisaties. Die steun ik wel. En welke manier? Langs de deur of u stort of... Een loodje? Langs de deur een loodje. Ik stort, dus ik doe best aan vrij veel dingen mee. Omdat ik dat ook belangrijk vind voor de samenleving. Ja, want als niemand iets doet, dan gebeurt er ook niks. Dus ik probeer altijd met van alles mee te doen. Ja, de naamsbekendheid, daar moeten de Lions soms nog wel aan werken. Klopt. Merk inderdaad dat als je alleen Lions zegt, maar Lions Club, dat is dan, dat herkennen de Belgen toch weer wat beter. Ja. Dus gelukkig weten alle mensen dat jullie wat doen voor het goede... Goede doel, hè? Ja. Nou, nu weten ze ook hoe we eruit zien na ons food event. Ja. Ja. En als ja, jullie beiden eigenlijk iets organiseren, ik bedoel, ik neem aan dat je niet zelf, Edwin, gaat vissen naar haring. Nee, het vissen, ja, letterlijk niet. Ja, zulke evenementen komen bij ons dan toch tot stand door de leverantie van haringen van een lokale viswinkel. Oesters worden bijvoorbeeld ook aangeleverd door een goede bevriende oesterkweker. Ja, maar, en dan heb je het over levering. Ja. Kan ik in de ondertiteling ook een beetje lezen sponsoring? Ja, ik denk dat zonder sponsoring kunnen wij dit niet doen. Dan kunnen wij ook geen checks weggeven en dergelijke. Ja. Dus ik denk dat je sponsors eigenlijk heel dankbaar moet zijn. En daarom hebben wij vorig jaar dus ook gezegd van we doen een oesterparty. Eigenlijk als cadeautje voor de sponsors. Die hebben toen allemaal kaarten gekregen. Maar jullie hebben denk ik ook heel veel sponsors nodig om niet alleen het food event met je goede doel in SAS, maar ook al je andere dingen te bekostigen. Ja, dat klopt. En de haringparty is inderdaad vooral gericht op het binnenhalen van sponsorgeld. En natuurlijk de mensen een leuke middag bezorgen. Maar dat drijft op sponsorgeld. En het food event wat we nu georganiseerd hebben, daar hebben we wel enkele kleine sponsoren en vooral in Natura aangetrokken. Maar daar komt het voornamelijk uit de verkoop van het eten en drinken wat daar aangeboden wordt. Maar goed, ja, die haringparty die kan niet bestaan zonder sponsoring van regionale bedrijven. Eigenlijk is de cirkel bijna rond en je gaat van de sponsors, jullie organiseren en het gaat ook weer naar de goede doelen, hè? Het schuift allemaal heen. Je doet het allemaal eigenlijk niet voor jezelf. Dus je doet het iedere keer weer voor een ander. Voor wie doen jullie de haringparty? Dat verschilt. Het is zo, we hebben twee, laat ik zeggen, interne goede doelen. Vorig jaar hebben we de Zeeuws-Vlaamse Cultuurprijs ingesteld. Toen is Mathieu van Bellen bedacht met een bedrag. En daarnaast is het zo dat wij in Terschorre iedere 6 weken een afdeling in het zonnetje zetten. Daar koken we voor. We hebben wat hele goede hobbykoks in de club. Oh, dat is heel erg leuk. Heel lokaal. Ja, klopt. Dat is voor die mensen. En dan krijgen we ook meteen degene die de verzorging daar doen, worden meegenomen en bedacht. En daarnaast ieder jaar 1 of 2 of 3 goede doelen. Stichtingen of goede doelen kunnen zich aanmelden. Het is ook anders zo dat we zelf goede doelen voor kunnen stellen. Dan maken we een longlist van 10. En jullie beslissen dat met elkaar? Ja, daar worden ze over vergaderd. En dan kiezen we er 2 of 3 of soms 1. Ja. En volgend jaar gaan we gewoon weer haringhappen, neem ik aan. Eerst nog de oestertjes. Eerst de oestertjes. En wanneer gaan jullie dat doen? Hè? Want jullie gaan samenwerken. We gaan dat in de agenda zetten. Ja. Ja, samen. Nou, beste mensen, we houden jullie op de hoogte. Want wij steunen natuurlijk graag onze lokale... Ja, goede doelen. Dus ik hoop dat u van oesters houdt. Maar voor september zijn we zeker weer terug. Dag.